don't know me, I don't know who you are. But I know that you live with me under these stars. Oh, I don't know you, you don't know who we are. But I'm on your team, you can throw me the ball. You move in ways and play rules I don't know. Or they strange, that's okay, I'm a fast learner, so let's go! Ik vind dat de lichtjes waar je dan op de fietspad, waar je dan dicht in de buurt gaat, dat ze dan aangaan, omdat er dan niet onnodig stroom wordt gebruikt als er niemand fietst. Ik gebruik wel een telefoon om te appen en met familie en vrienden, maar mijn moeder zegt wel dat ik ermee moet oppassen, want ja, er kunnen gewoon allerlei dingetjes gebeuren op WhatsApp en met foto's maken enzovoort. Sommige mensen zijn heel veel hackers. In Nederland ook vooral. En die kunnen dan ook gewoon in je telefoon gaan en kunnen van alles doen op je telefoon. Dus niet altijd even vertrouwbaar. Toplichten die aftellen wel fijn, omdat je denkt ook zo van, oh ik moet doorlopen, zo van, dan heb ik nog tijd. En je denkt, oh ja, dan ga ik niet meer redden, dan stop ik. Schoolplek komen met een camera, dat vind ik dat niet zo prettig, want iedereen heeft zijn eigen privacy nodig. Wel eens meegemaakt, maar niet zeg maar echt meegemaakt, meer dat iemand een film van mij maakte en die stuurde diegene naar mij toe. Maar dat vond ik niet heel leuk. Niet leuk omdat diegene die maakte zonder toestemming een soort van filmpje van mij en ik wist het zelf ook niet. Te veel borden moeten komen voor met reclame. Want één, dat is heel veel energie. En bij winkels zie je dat al, laten ze de hele tijd het licht aan, zelfs in de nacht. En het leidt ook heel veel af. Als ik door de stad loop, dan ja, ze filmen wel alles, dus ze kunnen ook alles zien. Ik vind het niet echt raar of zo. Ik vind het niet raar, maar het geeft me ook niet echt een gevoel van veiligheid. Want ze filmen wel alles wat je doet. En ja, waarschijnlijk zetten ze het niet op internet, maar dat zou dus wel kunnen. Strangers are strangers until they meet.